fabeltjes land. En lees ons dan voor uit de fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de uil? Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. Wij kunnen ons geluk niet op, lieve kijkbuiskinderen, vanwege het fraaie en milde lenteweder dat thans ons bos koestert. Alle dieren zijn er veel vrolijker door geworden. Het lijkt wel alsof onze eigenste fabeltjeskrant er ook vrolijker uitziet vandaag. Er staan allemaal blije berichten in. Laat ik er eens eentje uitzoeken. Even kijken. Ja, Zoef de Haas heeft lentekolder in zijn hoofd. Zuivel, geen zuiverder zuivel dan Zuivel van Teun. De beste gezondheidskleun. Haha, gezondheidskleun, Soesoef, heb ik nodig, want ik ben hols vandaag. Wat ben je vandaag, man? Hols, Rens, Soesoef, hups, hoeps. Daarom heb ik een fik stuk Greetse kaas nodig en een pint melk en een lik roomboter. Hier is een stuiter. En dat vreet je dan allemaal in één ruk op? Ja, Soesoef, in één ruk, uit het losse handje. En dan zal je eens even wat beleven. Soesoef, dan verbeter ik mijn eigen snelheidstekort, record. Nou, lieve kinderen, het resultaat van al die kaas, die melk en die boter was inderdaad verbluffend. Soef de Haas rende als een dolle dier door ons bos. Soesoef! Hij heeft het weer helemaal. Ja, ha, wat een ellende. Straks vergeet hij weer dat er bomen in ons bos staan of loopt hij dwars door mijn bosketouwen heen. Soesoef! Dat zie ik idee. Ik zit al voortdurend op de grote boom te wachten. Bor, geef me alsjeblieft een peukendoot en een vingerhoedje prik. Zeg je meer zonder betaalmiddelen? Ja, dat zie ik idee. Hier, binnen twee buiken nou. Drie. Goed, en drie. En nou ja, een vingerhoed ken ik hele gaas gaan niet vinden. Dus nou hier heb je een huilglasprik omdat de zon schijnt. Nou, jippie, hartstikke om niet te zeggen uiterst zeer bedankt op jullie gezondheid. Soesoef! Carnaval! Soesoef! Nou, zeg dat wel, maar als hij valt, dan valt hij ook goed, hoor. Ik had het niet over het vallen van Soesoef, maar over carnaval, man. Wat is dat dan in vredesnaam voor een val? Een carnavalkuil! Carnaval betekent drie dagen pret maken. Feest vieren. Jool. Dat vierden wij vroeger bij ons thuis in het Zuije altijd. Ah, Oli, bij ons in het buitenste buiten was ook. Ah, trois jours du carnaval. Mais c'était vraiment merveilleux. Wel, joepie, als het om drie dagen feest te vieren gaat, daar ben ik wel voor te vinden. Nou, kaak, ik ben er ook niet vies van, hoor. Stop. Ik ook niet, hoor. Dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga ik naar juffrouw Ooievaren. Dan ga ik mee. We hebben nog 7 fabelse tijd om alles te regelen, in orde te maken. Ja, kom mee, mam. Ja, leuk. Ook juffrouw Ooievaar, dankzij het fraaie weder, had er wel oren naar. En ook Harry Lepelaar. Jawel. Het lijkt me dol, zeg. Hoe heet het ook alweer? Carnaval. 3 dagen praten, Jolijt. Huh? Wat jij, Harry? Nou, ik ben altijd wel in voor een lolletje. Als jullie drieën, Olieta, Momver en Harry, nu het feest gaan regelen en organiseren, dan neem ik het wel van jullie over als jullie klaar zijn. Als oppercarnavalmeesteres. Dat heet beschermvrouwen of zo. Ook goed, klinkt ook mooi. Ja, beschermvrouwen. Ja, want we moeten een prins de carnaval kiezen en die is het hoofd. Ik had hem Bor willen voorstellen als prins carnaval. Lijkt me een hele geschikte. Nou, jullie zoeken het verder maar uit, hoor. Maar het lijkt me een dolle pret. Ja, lieve kinderen, en zo werd opeens in ons dierenbos het carnaval geboren. Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.